vroeger gingen we altijd afvissen. Ik heb foto's van dat ik als 3-jarig meisje met een vaste sok aan het water zit. En maar kijken of die door wel ondergaat. Samen met mijn vader. En uiteindelijk is dat zo gegroeid dat mijn moeder mij heeft laten kennismaken met het karpervissen. En zodoende ben ik eigenlijk in het karpervissen gerold. En nu ik de winkel heb, had ik zoiets van ja, het is toch wel belangrijk dat je iets meer verschillende type visserijen, dat je daar ook wat van af weet. En zo ben ik eigenlijk bij het roofvissen gekomen. Iedereen heeft zo zijn eigen hobby, denk ik. En ja, waarom ga je elke week naar de sportschool om je spieren nog groter te maken? Ik ga elke week naar de waterkant om nog een mooiere vis of een grotere vis te kunnen vangen. Dat is denk ik voor iedereen heel persoonlijk. En vissen moet je echt zien als een hobby. Dus daar ben je gewoon, sommige mensen zijn de dag en nacht mee bezig. Maar toch zeker ben je daar wekelijks mee bezig. Mijn ouders hebben in 1991 de winkel overgenomen van mijn opa en oma. En in 2013 is mijn vader helaas overleden. En ja, dan kom je toch voor de keuze staan, wat ga je met die winkel doen? Ik heb altijd geholpen in de winkel, vanaf jongs af aan al. Ik vond het altijd prachtig. Nou, dat is in een stroomversnelling gekomen en toen had ik zoiets van ja, ik denk wel dat ik er iets moois van kan maken. En zodoende ben ik eigenlijk de winkel gaan overnemen. En zijn we heel veel verschillende hoeken en dingen ook qua uiterlijk zijn we gaan aanpakken. Dat toch iets, ja, je bent jong en je wilt toch allemaal iets moderner maken. En daar zijn we eigenlijk de afgelopen jaren mee bezig geweest. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Ja, je bent niet alleen met je hobby bezig, maar je bent ook bezig om mensen te adviseren. En of het nou jonge mensen zijn of oude mensen, meisjes of jongens, dat maakt niet uit. Ik heb sowieso, kan heel goed met mensen communiceren en dingen overbrengen. En ja, dat vind ik gewoon leuk. Mensen adviseren, dat ze op een bepaalde manier willen vissen, maar eigenlijk zelf niet zo goed weten hoe het moet. En dan gaan we samen kijken naar een oplossing dat ze toch die mooie vis uit water kunnen halen. Prettige dag nog. Dank je. Doei. Doei. Colin Crowdfund. Comfortabel investeren.